Dat is de pooier. What the fuck? Oh god. Zo! What the fuck? Politie! Prio 1 gevecht. Even kijken, wat hebben we? Politie, brandweer, ambulance plaatsen. Oh, hij gaat er vandoor. Shit. What the fuck? C-achtervolging. Eigenaar van de autodealer gaat er vandoor. Politie, al laten zien. Alle mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 Alice Privat Amor. En dit is Wim. Alleen Wim is niet onzichtbaar, maar Wim, ja, je kijkt door de ogen van Wim vandaag. In een first person, zoals dat heet. Dat is een optie van GTA 5 zelf. Als je hem op de PlayStation 4, Xbox One of PC hebt, geloof ik. PlayStation 3 heeft die optie niet. Vandaag in de T6, voor de mensen die het niet... ja, voor de mensen die niet weten, jullie konden kiezen via Instagram, konden jullie kiezen T6 of Motor First Person. Nou, daar kwam uiteindelijk T6 uit. En ja, voor de rest, dus geen bijzonderheid. Dit is T6 gemaakt door Team MH. Ik hoor alweer een paar mensen huilen van, First Person is stom, doe het niet. Ja, wat ik toen de vorige video ook al zei, het is eenmalig, zo eens in de zoveel tijd dat ik First Person... doe. Dus als je echt in de comments nu weer gaat huilen, dan krijg je een reactie van mij terug over hoe je bent aan het huilen. Ja, flauw. Maar goed, hey, wij gaan de straat op, we zijn inzetbaar. We zullen even voor de zekerheid kijken. Als het goed is, zie je. Nou goed, we zijn gewoon inzetbaar. En voertuig doet het. Je hoort het toontje dat de deur open staat. We kunnen even snel kijken of oranje het doet. Hier wel. En daar ook, helemaal goed joh. Hey, we gaan vandaag wel een paar keer ergens opknallen, want zoals je ziet, dit is mijn beeld. Ik zie bij god niet hoe ver ik rechts ergens langs kan rijden. Ik zie niet veel. Dus kijk deze bocht, ik zou echt niet weten of we nu dadelijk tegen dat paaltje knallen of niet. En ik heb eigenlijk ook geen idee of blauw nu aanstaat of oranje zit te zien, niks. Ik denk dat ik de bochten heel ruim neem. Ja, voor de rest laten we het allemaal op me afkomen. Waar gaan we op? Hier links op. Nou, we hebben even de T... Staat mijn deur nog open? We hebben de T6 gepakt met ramen. Je kunt ook kiezen om het wit te maken, dus dat je niks ziet. Maar ja, mij lijkt het nu even handig als ik... Zeker een first person om... gaat die nou rechtdoor? Links staan voor aan de dag. Mij lijkt het zeker een first person even handiger tot ik nog enigszins iets zie. Dus... Maar of er nu iets, een auto links van mij rijdt, dat heb ik geen idee. Stel ik ga nu links en knal ergens op. Ja, sorry jongens. Oh, vrachtwagen. Sorry vrachtwagen. Adam 4, copy. Ik ga even snel hier zo. Zo. Naar rechts rijdt wel een auto achter mij, maar ik kan geloven naar rechts. Ja, hier tussendoor geen idee hoe ver ik rechts en links van die auto sta. Maar gaat helemaal goed komen jongens. Hier is mijn citygis en oftewel MDT ook. Even kijken. Nou, je hebt de kaart, je hebt de eventuele melding, maar ja, daar staat nu niks in. Prioriteit kun je, klassificatie, starttijd. Plaats, postcode, straat, huisnummer, locatie, noem maar op. Volgt hier een eerste als je bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. We've got a driver under the influence and backwards. Ja, meld camera aan de kijken nemen, komt allemaal zo verschuldigd. Eerste melding van vandaag, bestuurder onder invloed van, oh ja, duidelijk. 2010, we hebben zicht op de verdachte. Ja. Ah, oké, okay, we hebben beeld. Dat is verhoord. Achter mij iets, ik hoop het niet. Dan kan ik even met hem gaan babbelen. Hij is moeilijk joh, maar goed, ook wel eens leuk. Ik heb dus nu weer geen idee of blauw aanstaat of iets. Nu wel. Dan kan ik mijn stopteken geven. Eens kijken, sorry. Hallo,
Mag even uitstappen voor mij. Stop, even uit, goed. Mag even blazen voor mij, want zo kunnen we natuurlijk niet verder rijden. Ik heb het gevoel dat hij alcohol heeft gedronken, ik ruik het ook. En bij deze aangoot... Is dat een schot of een knal? Of een botsing? Ik hoop een botsing. Ik ben in ieder geval aangehouden voor rijden onder invloed. Kom eens hier. Je bent niet te antwoorden verplicht en ik ga met een collega mee. Ga daar maar op de stoep staan. Of collega vraagt om mijn assistentie. Auto's sleep ik even af, want die kunnen we hier niet laten staan natuurlijk. Dus, nou, jullie hebben dus al gehoord. Dat is echt gokken of ik ergens opknal of er van links een auto komt die mij vol in de zijkant gaat raken. Dat zien we dan wel. Pimping and solicitation. Ja, lekker pik. Dat voelde ik. We gaan linksop. Prioriteit 2 voor pimping and solicitation. En is geloof ik gewoon prostitutie en eventueel tot ze met haar pooier het geld gaat ophalen. Dus kunnen we beide aanhouden. Het is op de weg richting de pier, daar rijdt weinig verkeer. Daar kunnen we mooi mevrouw in de gaten houden. Ik ga wel even vaart maken voordat de pooier al langs is geweest. En wij niemand hebben kunnen aanhouden. Linksvrij, rechtsvrij. Linksop, linksvrij, rechtsop, linksvrij. Oh, nou vlogen we al het stoeprandje. Linksop, dan rijden we rechts. Auto, ja, keurig, rechts, vrij. Pak een fietspad even mee, hoppakee. Linksvrij hoop ik, yes. Nou goed, hier zou dus iemand staan, daar zo. Ik zal even langs rijden naar de overkant. Wait for her one. Wait for one of the hookers to take her earning to the pimp. Oké, okay, geen idee wat het allemaal betekent, maar we draaien om, hopelijk geen verkeer hier. En dan ga ik even snel hier weer draaien, want hier had ik best mooi beeld van de. Oh, daar komt ze. Komt ze op mij afgelopen? Ze komt naar me toe gelopen. Oeps. Nou, ik sta hier geparkeerd alsof ik zit te chillen. Ja jongen, ik heb zo de neiging om nu gewoon het beeld over te zetten op third person, maar goed. Ze komt echt naar me toe gelopen. We gaan even fluiten, alsof er niks aan de... Ah, daar. Okay, maar. Wat zijn we nou allemaal aan het doen? Ja jongen, hier kan ik toch echt drie keer niks mee, hè? Ik zie niks. Loopt ze, daar loopt ze. Oké. Kom niks. Ik sta hier toch op een fietspad of zo. Hebben we wat beter beeld. Iets naar achter rijden. Ik krijg gewoon met haar mee. Ja, daar. Sorry papa, it's been slow night. It's all of mensen take in. Oké. Okay. Dat is de pooier. What the fuck? Oh god. Zo, what the fuck? Politie, waar laten vallen? Mevrouw leeft nog. Staan blijven, hier komen. Je hebt echt wel een ambu nodig hoor. Ik dacht echt dat hij vol door het hoofd ging. Staan blijven. Komen, stoppen. Hier komen. Goed. Er zijn met spoed eenheidjes erbij. We waren net getuigen van een... hoe heet dat? Een mislukte liquidatie. De verdachte is wel... 12:05, ik ben onderweg. Is wel nog hier. Die ligt hier en de... prostituee die zit daar. Wapens veilig zijn. Nou, die is goed geraakt. Veel bloed verloren, ik vrees het, maar goed, we laten toch even de ambu komen. De collega staat daar veilig bij de prostituee. Of staan daar haar te beschermen en daarbij te waken tot ze ook niet er vandoor gaat.
Ik ga even in third person. Maar we moeten natuurlijk wel een thumbnail. En dan gaan we weer in first person. Hoi! Ik weet niet of jullie haar ook willen helpen. Nee, dus oké. Goed. Jij krijgt een transportje. Eén collega vraagt om assistentie. En ik ga even meekijken wat ze hier willen. 12:05, ik ben onderweg. Dat is hij lijkt nog een leven. Hij knippert met zijn ogen. Deze melding is ten einde. Goed werk. Nou, hij is dood. Schotwond in de nek is hem fataal geworden. Het was het laatste schot wat ik loste. Van de drie, denk ik. Een bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. We have a person stealing a car in Del Perro. Ja, ik kan niet weg nu. Hier zo, goed zo. Nee. Sorry, ik ga er vandoor. Blauw uit, een fotootje maken en door. Op naar de volgende. Dispatch calling unit 6, Paul 20. Citizens report an assault and battery. Copy that dispatch. Dat is verhoord. 6, Paul, 20. Non-lethal weapons to be employed. Respond code 3. Prio 1, gevecht. Hier tussendoor. Rechtsaf. Rechts. Ja, kan ik. Ja, dank je. Zou je worden gevochten? Meerdere mensen zouden wel wat wapens bij betrokken zijn. Hier zo. Oh, god. Hey, stoppen heren. Stoppen. Stop. Ga deze meewerken. Stoppen. Goed zo. Zij ammetje te plaatsen. Leken zeg ik. Aangehouden. Medical aid requested in Del Perro Beach. Officers report an injured civilian and ambulance requested. Rockford Hills, respond code 3. Zo, eenmaal aanhouding, eenmaal gewond neergeknuppeld. Je wordt nader. Goed, heb je voorwerpen bij die je niet bij mag hebben? Ik ga je fouilleren. Kan je niet fouilleren? Ambu is aanrijdend. Nou, ik kan een first person niet fouilleren. Meneer, hoort u mij? Denk het niet, hè. Goed, je hebt hem goed toegetakeld. Kom maar even mee. Je gaat hier bij het busje op knieën zitten. Goed zo. Een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Citizens reporting a suspicious vehicle. Een transportje gevraagd? Nee. Geet u alsjeblieft prio 2. Ja joh, lekker pik. Ik ga die allemaal even snel laten komen, want dan kan je echt niet... was nog 2 kilometer bijna. Zo. Hoi. Nou, meneer gaat met mijn collega mij naar het bureau. Ik ben aangehouden voor zware mishandeling. En we zoeken verder uit waarom het was en... ja, dat. Ondertussen kijken we even of de ambu hem tot leven kan wekken. Zo niet, dan... nou goed, dan is ze bij deze doodslag. Dan gaan we nog even lijkschouwen laten komen. Thank you. Such a waste.
daar zijn ze toch. Hun zijn tenminste wel snel, net zoals takelwagen. Dat is allemaal zo opgelost en dan komt de ambu en... Fotootje maken en door, hoi hoi. Even kijken, wat hebben we? Rijdt alsjeblieft prio 1. In ongeval prioriteit 1. Op de snelweg ambulances uit ter plaatse zijn. Oeh, daar heb ik geluk. Veel te snel reed ik rechtsop. Rechts er voorbij, niet zo'n slimme keuze tussen de twee vrachtwagens door dan maar. Rechts vrij is, kom maar, bijna te plaatsen. Linksaf tussen de Volvo en de vrachtwagen door. Rechts staat stil, links staat stil, voor mij staat ook stil. Rechtsop en dan zijn we te plaatsen. Even kijken, wat hebben we? Politie, brandweer, ambu te plaatsen. Motor, ambulance is met hem bezig. De blauw blijft aan. Ja. Even luisteren. Hoi, 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 vertel. Hoi, kun je mij iets vertellen? Good to see you, I have no idea, you have to talk to the driver. Oké, meneer ambulance persoon, weet u hoe te vasten? Het ziet er niet goed uit, hij zal het overleven, maar hij heeft een flinke... hij is in kritische toestand. Ik moet hem nu naar het ziekenhuis brengen. Oké, is goed Pik. Ciao, hoi hoi. Oh, snel. Hallo mevrouw. Alles goed met u? Vertel mens, wat is er aan de hand? Ik weet het niet, mijn remmen deden niet. Het was zo eng. Ik probeerde echt tot stilstand te komen. Wat bedoelde precies, uw remmen deden het niet? Ik heb hem gisteren gekocht bij de autodealer. Hij zei me dat alles oké zou zijn met het voertuig. Oké, heeft u misschien een adres of een naam van de autodealer? Oké, de naam of de cardealer is Los Santos Supercars. Oké, Los Santos Supercars. OC, heeft u een adresje voor Los Santos LS Supercars? Misschien. Goedendag, Schotelé. Oké, we hebben een adres en dat staat in ons MDT. Jongens, de beste. Even gassen, blauw blijft even aan. Goed, we gaan eens kijken bij LS Supercars. Daar zou dus de auto zijn gekocht, de remmen deden niet. Ja, dat ja, wat voor een kwestie gaat dit zijn. Blauw gaat uit en wij gaan gewoon even voor rood wachten, links of zo meteen. Dan zijn we nog al bijna. Ja, wat kunnen we ermee? Niet veel. We kunnen even kijken of het opzet was, maar ja, dat als je het vraagt van heeft u iets gedaan met die auto, dan zeggen ze uiteraard gewoon nee. Groen licht, je mag rijden, dankjewel. Het helpt wel echt die toeter, dat is wel fijn. Hier links is het. Los Santos Customs heet dat een online geloof ik. Hè. Zo, eens even kijken. Hallo meneer. Politie. Hoe kan ik je helpen, agent? Een van uw auto's die heeft verkocht, is een paar uurtjes geleden, of eigenlijk net... involved, wat is involved in het Nederlands? Betrokken geweest bij een ongeval. Oh echt? Nou, triest, heel triest. Het lijkt erop dat er iets is gedaan met de remmen. Gemanipuleerd, kunt u mij daar iets over vertellen? Ik heb echt geen idee, het spijt me schat, maar ik heb niet heel veel tijd. Oké, meneer, ik wil graag even binnenkijken, is dat oké voor u? Whatever, oké. Zal mij wat verrekken, zegt hij. Ja, en nu? Search for evidence, Grieks I to collect evidence, X to cancel the search. Ja, ik zal je wel vertellen. Ik heb dit deze melding gisteren al gehad. En dan gewoon niet voor een opname, maar zo voor mezelf. En ik heb uren rondgerend. Maar ik heb niks echt gevonden waarvan ik dacht, dit is het. Dus ja, dan kunnen we lang zoeken hè. Ik ga hem wel nog even doen, ik ga niet meteen naar buiten lopen, maar ik ga gewoon niks overslaan. Wat ik gisteren al had gedaan, was gewoon
overal langslopen wat ik nu ook ben aan het doen, maar dat merken jullie niet. En de Griekse ei indrukken. Maar ja, hier heb ik ook al gisteren gekeken. Maar ik ben eigenlijk naar iets op zoek wat opvalt. Het valt op dat het daar niet hoort te liggen. En ja, dat vind ik gewoon echt niet. En ik was al aan het denken. Wat is dit? Dit zweeft, hè? Kijk eens, daar heb ik iets. Ah, ik heb hem. Dat was goed zoeken. Zijn we buiten. Je moet het maar weten, het was een tool. Oh, ik ga er vandoor. Shit. What the fuck? C-achtervolging, eigenaar van de autodealer gaat er vandoor nadat we bewijs hebben gevonden. Stoppen! Hier spreekt de politie, zet uw voertuig op de vlucht. Ja, waar is hij nou? Daar zo. Stoppen! Oké, dit wordt een... hij is weggekomen. Oké, we hebben bewijs gevonden dat het bewust is gedaan. En gaat er vervolgens vandoor. Pitje gegeven. Voertuig is gecrashed. Het is ook nog een dure C. En als je bij alsjeblieft. Ah. Linksaf. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Een bus. Oké, nu moeten we hem pakken. Klem zetten. Oh god. Hij geeft mij een pitje. Oké. We gaan erop in beuken. Uitstappen, hier komen. Oké, ga niet werken, collega's rijden langs. Vito en de T6 in de achtervolging. Rechts er voorbij over de stoep. Vito doorrijden, godver. Sorry. Ja, maar die rijden niet door, hè? Goed, dan ben ik wel leidend voertuig bij deze. Ja, nu gaan ze... Dat is een typisch, hè? Dan ga je er langs en dan gaan ze gassen. Goed, ik ben leidend voertuig en daar laten we het bij. Rechtsop voor naar linksaf te gaan. Hoge snelheid. Crasht. Ga door. Leg eens aan de klem. Nee, dat werkt niet. Zo. Uitstappen. Hier komen. Godverdomme, helemaal klaar mee. Waar ben je? Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, ik word geloof ik aangevallen door hem. Ja, oké, we zitten in gevecht met hem. Liggen! Zo, lekker pik. En terecht. Zo. Ja, dat is de nadeel van first person. Geen idee wat er gebeurde, ik vloog alle kanten op. Maar we hebben hem OC eenmaal aanhouding met verzet. Nog met een prio 1 over naar het bureau voertuig in beslag genomen. En we hebben bewijsmateriaal tot de persoon daadwerkelijk iets heeft gedaan met de remmen van het wat bij het ongeval was. Ik vind hem er nog netjes bij staan voor de schade die ik dacht te hebben bij de achtervolging. Nou, misschien is het handig om een sirene even uitzet. Zo. Zo, sirene uit. Transportbusje is er. Neem maar mee, neem maar mee. Ja? Oké, goed zo, keurig. Hoi hoi. Nou, en dan gaan we langzaam eens naar de laatste melding. Is het mooi geweest voor vandaag. Een beetje editen, een beetje knippen, plakken, wegsnijden. En dan kom je toch weer op een mooie tijd. Het was altijd even moeilijk in te schatten, want ik ben veel langer bezig dan het filmpje gaat zijn. Je bent soms 40 minuten bezig, dan crash je game weer, dan moet je weer een uur opstarten. En wij zo een uur verder, of 40 minuten wat ik zei,
Maar dan komt er uiteindelijk maar een filmpje uit van 25 minuten, dus ja, dat ik vind het mooi. Bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. Zij onderweg. Oké, de melding waar je mee moet opletten. Persoon met een wapen. Zal wel hier links zich bevinden. 12 NOC, ik heb zicht op de zoeken. Nee, ik heb geen zicht. Zeg je als wel zo leuk. Oké, okay, OC, heeft u een black heavy... Ah, kut. Het is een man. Daar zo, overkant. Oversteken. Rustig. Is dat hem? Male was het, dit is een vrouw. Daar zo. Heavy. Ja, hij is best heavy. Heavy als een groot, dik, zwaar. 12 OC. Oh, dat is een taser, dat is een taser helemaal verkeerd. Politie, al laat zien. Dat is verhoord. Oh, dit is toch moeilijk in first person schieten. Rennen. Oh shit. Hij is... Oké. Waar komt hij? Ah, dit is moeilijker dan ik dacht, joh. Ik dacht ik heb hem wel, maar ik heb hem niet. Wat ga je doen? What the fuck is die? Ik zie hem niet. Ja, maar pot voor... Hij zit op mensen te schieten. Hij schiet op anderen. Ja, hij schiet op anderen. Wapen te vallen! Mevrouw weg daar, mevrouw weg daar! Attention all units. Deze melding is ten einde. Goed werk. OC, twee slachtoffers gaan met spoed brandweer en ambulance plaatsen voor de eerste hulp. Laat de brandweer maar zitten en laat de ambulance maar komen. Ja, dat ging even helemaal verkeerd. Eerst ik schoot twee keer, was twee keer mis. Of één keer. En toen schoot ik raak, maar toen dacht ik van even dekking zoeken. Daar is achter staan met T6. Ja, toen dacht ik dat hij hier naartoe kwam. Om vervolgens... Want ik hoorde hem schieten, dus ik zat daar op dekking. Ik dacht dat hij hier omlaag zou komen. Maar hij bleek hier op iemand zijn aan het schieten. En die is ook gewond geraakt. Ofwel dood gebleven daarbij. Dus dat even afwachten. Maar goed, de ambulance komt, zal eerste hulp gaan geven. En aan een van aan alle twee en aan mij. En ja, dan is het daarna even afwachten. Maar dan is het voor mij einde dienst. Ik weet niet of jullie nog zin hebben om die ambu te zien. Dat zal wel niet. Zal niet veel, boeiend te zien zijn. Wel een reanimatie bij beide. En uiteindelijk leven of dood. En dat is het. Dus ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een hele leuke video vonden. En ik zie jullie heel graag bij de volgende. Doei!